Jo, je hebt toch ook gouden kranen thuis en zo, hè? Je hebt, ja, natuurlijk. Nee, iedere talpastij heeft dat, hè? Gouden dat, toilet heb je, ja. Die komt John altijd zelf installeren. Ja, dat is belangrijk. maar binnenkort moet je daar foto's van maken. Dan moet je ze op gaan sturen voor je WOZ-waarde. Ja. Wat vind je daarvan? Nou, ik vind het een inbreuk op de privacy, maar... dat kun je niet aan mensen vragen. Dat een sleutelgat kijken. Je mag iedereen de deur weigeren in je eigen huis. Artikel 10 grondwet. Maar het zijn maar een paar gemeenten waar natuurlijk nieuwsgierige eigenaren zitten die willen weten hoe bij bepaalde mensen het eruit ziet. Hmm. Maar dit vind ik van een engheid. Dat is niet te geloven. Ja, de ambtenaren hebben niet tijd genoeg om al die huizen te gaan bekijken. Ik wist ook niet dat ze altijd naar binnen gingen. Maar... daar zouden ze best tijd voor kunnen maken. Want er zijn er een paar die zijn zo nieuwsgierig. Dat merk je wel met zo'n actie. Maar het is toch niet zo, als je een mooie badkamer laat bouwen, dat je meteen de belasting of zo oplicht. Of nee, zo. Nee, maar de WOZ-waarde gaat omhoog dan toch? Ja, hè? Maar we hebben ons hele leven is dat van buiten is dat bekeken wat de waarde zou zijn. En mensen als makelaars die kunnen dat redelijk goed. Het schiet soms ook helemaal door, hè? Want we hebben ook niet zo lang geleden een zaak gehad bij van een oude mevrouw die had een uitkering en die werd geholpen door mensen om haar heen, kreeg een tas boodschappen. Precies. En dan krijgen ze een boete. Nee, een mevrouw van haar moeder, een tas boodschappen. Van de dochter. Ja. 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 Het schiet soms helemaal door. Dus jij zegt ook, dit gaat te ver, toch? Dit gaat veel te ver, ja. Ja, maar het is, voorlopig is het maar een enkele gemeente, hè? Ja. Maar kijk, daar moet je nu een punt achter zetten. Want anders dan gaat dat door, natuurlijk. Ja, want dan moet je overal foto's overal van maken. Van slaapkamers en zo, SM-kamers. Bezige bijen die dat wel willen. Ja, nee, alles moet op een gegeven moment in beeld natuurlijk, toch? Ja. Nee, dadelijk moet je ook nog met je gereedschapkist voor de deur komen, weet je wel. Maar hoe gaat ze dan controleren of je alles wel hebt gefotografeerd? Ja, dat is het gek. Of dat je even alles hebt verbouwd voordat je de foto's maakt. Dat... ja, over een kleedje overheen. Ja, dat is toch absurd. Ja. Echt gaat helemaal nergens over. Het is wat dat betreft bijzonder eigenlijk. Maar zouden ze dat ook met de burgemeester in die gemeente doen? Nee, als die foto's moeten gelijke nemen. Monniken gelijke kappen, dat lijkt me dan wel, toch? Ja, wat een onzin, joh. Maar dat is, bepaalde mensen die kunnen niet omgaan als ze macht krijgen. Die gaan dan dit soort dingen bedenken. Van, ik zit hier bij de gemeente, dit is mijn portefeuille en zo gaan we het doen. Ja. En die moet je meteen eventjes een kopje kleiner maken. Ja, dat kan het zijn, maar het kan ook gewoon dommigheid zijn. Want wie bedenkt dit? Jij wil zeggen dat bij gemeenten domme mensen werken. Als je dit bedenkt, dan denk ik dat inderdaad dat het domme is. Ik ben het een beetje eens, joh.